laten we van start gaan. Welkom dus iedereen bij de Inspiratiefeed Workshop. De Inspiratiefeed is een nieuwste feature die we hebben gelanceerd in Nederland. Is dus niet voor alle gebruikers overal in de wereld beschikbaar, maar hij is wel gratis. Dus iedereen in Nederland heeft hem, als het goed is, automatisch te zien gekregen in de desktop app van Komoot of in de app zelf. Dus de desktop inlog. We gaan vandaag een beetje laten zien wat je daarmee kan. Gijs en ik samen. Gijs, omdat hij daar al wat langer gebruik van maakt. En ook heel goed weet waar je inspiratie kan vinden in Komoot. En dat weer kan toepassen in je eigen routebouwplan. Zoals jullie hebben gehoord, is die nogal geschikt als routebouwer. Hij heeft hier veel ervaring mee, dus die heb ik er graag bij. Ja, we gaan je laten zien wat je allemaal kan. Er zijn verschillende manieren waarop je de inspiratiefeed kan gebruiken. Je kan er kant-en-klare routes uithalen. Je kan het puur zien als een startpunt voor een nieuw routeplan wat je zelf uit gaat stippelen. En dan geef je nog wat tips en trucjes. En hopelijk hebben we tijd voor de Q&A. En je mag je vragen gewoon stellen in de Q&A van deze webinar. Daar gaan we ook tussen het. Dus daar gaan we zoveel mogelijk naar kijken en in de gaten houden of de vragen die jullie stellen meteen beantwoord kunnen worden. Kan dat niet, dan zullen we dat antwoord toesturen. En de antwoorden die voor meer mensen interessant zijn, de vragen en de antwoorden, zullen we aan iedereen versturen. Plus een link waarmee je deze opname kan. De webinar kan terugkijken, dus een opnamelink. En wat kan je in de chat doen? Chat mag je gewoon met elkaar chatten. Dat okay. Is dan, ja. Dus laat je vraag ook echt. Zet je vraag graag in de Q&A. Want anders dan kunnen we de twee. Moeten we er alle twee in de gaten houden. Dat wordt wat lastiger. Maar in de chat kunnen jullie dingen met elkaar delen. Misschien hebben jullie nog iets elkaar te zeggen. Je kan ook gewoon hallo zeggen. Hallo vanuit Limburg. Of waar je dan ook zit. Misschien zit je ook in de Pyreneeën. Nou, zoals jullie al hoorden, Gijs Bruinsma is mijn partner in deze webinar. Ook mijn partner in het organiseren van off-road fiets-events. Die zie je hier rechts, zie je Gijs. Heel blij, heel gelukkig met Where the Streets Have No Name. Want dat is ontzettend leuk om te doen. Daarnaast ben ik community manager bij Komoot voor Nederland en voor België. En dat houdt eigenlijk zoveel in als dat ik het de gebruikers zoek. De gebruikers van Komoot, nieuwe gebruikers en mensen die Komoot al hebben gevonden. En daarmee dingen organiseer en probeer vragen te beantwoorden. Maar ook workshops te geven. En sinds corona doen we dat online. En zo ook deze webinar. En daarnaast fiets ik graag, ik klim ook graag op de fiets, maar ook in de rotsen. En ik heb fietsen zo'n jaar of 8 geleden heb ik dat ontdekt, mede door Gijs Bruinsma. En nu zitten we allebei in dezelfde wereld en dat is superleuk, want je hobby met je werk, dat je hobby je werk wordt, is wat mij betreft de beste formule. Gijs vertelde al, hij is professioneel routebouwer, niet alleen voor de Ride Pyreneeën, maar voor veel meer evenementen. Vertel, Gijs. Ja, mijn werk bestaat uit 3 onderdelen. Eén is dat ik word ingehuurd als eventmanager en om het organiseren van gehele evenementen van A tot Z. Dat is bijna eigenlijk altijd gerelateerd aan fietsen, dus ik noem mezelf eigenlijk een fiets-eventmanager. Daarnaast word ik ingehuurd als routebouwer. Routebouwer is één ding, maar wat erbij komt is ook de locatie scouten waar je een verzorgingspost kan plaatsen of waar je een start en finish kan organiseren. En wat daarbij hoort zijn ook de vergunningen. En dat is misschien nog wel het meeste werk en ook het meest interessante werk, om heel eerlijk te zijn. In alle talen die er zijn, van Frankrijk tot Nederland, moet ik daar de wegen weten om toestemming te krijgen. Drie is met jou, TrueGrid Cycling Productions hebben we en organiseren we offroad evenementen. Wat niet een doortocht is, maar meer een soort festival waarbij je fietst en een soort après-bike party hebt. Altijd party is mooie locaties die fietsgerelateerd zijn. Dus dat is wat ik doe. Ja. En we hebben al vaker webinars als deze samengegeven, dus dat is superleuk.
Ja. Naast Gijs en ik, Komoot fan zijn, zijn dit alle andere Komoot fans die ook voor Komoot werken. Het zijn er 65 op dit moment. Komoot is in 2010 gestart. En sindsdien zijn er 12 miljoen gebruikers bijgekomen wereldwijd. En eigenlijk al vanaf het begin was het uitgangspunt, er moet een app komen waarmee je alles op je telefoon kan doen. Je kan route plannen. Natuurlijk, je kan navigeren en ook je route weer uploaden en die delen met anderen. Onder andere wat je hebt gezien onderweg in de vorm van een Komoot highlight. En dat laatste, dus het delen met anderen en die enorme database die er dus in 10 jaar gebruik van Komoot is ontstaan door heel veel enthousiaste avonturiers wereldwijd. Daar gaan we het vandaag over hebben, hoe je daar je inspiratie uit kan halen. Ja, dan zitten we goed in Nederland, hè? Want Nederland is de snelst groeiende. Ik vertelde heel veel over Komoot. Er zitten vast mensen bij die dit al vaak hebben gehoord. Maar Komoot is dus in Oostenrijk gestart. Dus het is in principe gestart als Duitse app. En er zijn heel veel gebruikers in Duitsland. Maar we zijn sinds september echt ook gaan groeien in Nederland. Onder andere omdat ik ben aangenomen. Ik ben aangenomen omdat er een goede was. Ja, je hebt een beetje een kip-ei-verhaal. Maar goed, omdat er dus heel veel nieuwe gebruikers bij zijn gekomen. En meer dan nog in de andere nieuwe markten, Italië, Frankrijk en Spanje. Super tof. Want zijn we dus al in staat om dit te lanceren. Plaats weer zijn highlights. En Nederland is echt inmiddels al, als je de kaart van Nederland hebt, over highlights. Ja, goed. Fijn het dan. Die highlight is wat je hier dus ziet. En het tweede schermpje, dat is bijvoorbeeld de Londense Sahara. Het is een wandelhighlight. Zoals jullie weten is Komoot geschikt voor wandelaars, wielrenners, tourfietsers, gravelfietsers, hikers. Je kan een heel groot deel van de buitensporten heeft Komoot een eigen algoritme voor. En daar kan je gebruik van maken. En wat Komoot dan doet, is als je een route aan het plannen bent, is je hele gedetailleerde informatie geven. En dat is eigenlijk het unieke aan Komoot. Die informatie zie je op je telefoon, zoals hier, of op je desktop. En je kan dus tot in de detail kijken waar je welk wegtype tegen gaat komen. Welk terreintype? Is het voor hard gravel? Is het een fietspad? Ga je een stuk over een single track? Dus naast een hoogteprofiel, waarop je ook nog eens ziet welke highlight je waar tegenkomt. Kan je dus heel veel informatie terugvinden en daar je route op aanpassen. Ik heb al gelijk een vraaggroep bij, wat hier een beetje bij aansluit. Gravel is nog niet een eigen algoritme, nee. Dus algoritme. Dat valt onder tourfietsen en iemand vraagt, hoe vind ik nou een goede gravelroutes? Dus dan moet je eigenlijk je sport selecteren op tourfietsen en dan... Ja. Ja, dus waar het algoritme van een wielren-algoritme eigenlijk vooral op zoek gaat naar een goede flow van verharde wegen, zal een tourfiets-algoritme het eerder zoeken naar de wat kleinere, scenic, hoe heet dat in het Nederlands? Weet je, de mooiere paadjes, maar dan zal je dus ook vaak over onverharde paden gestuurd worden. Wat je bij wielrennen, wat er bij wielrennen juist vermeden wordt. Dus tourfietsen is wat mij betreft, maar in misschien ook af en toe in sommige gebieden mountainbike algoritme, is het beste, de categorie om te selecteren als je een gravelroute gaat plannen. Ja, dan denk je misschien, ja, tourfietsen. Maar mijn ouders, die fietsen al 30 jaar lang tourfietsen door heel Nederland. Dat zijn echt de voorlopers van de gravelrijders. Ja. Al heel veel mooie paadjes ontdekt waar wij nu heel graag met z'n allen overheen knallen. Dus en het grappige in het Engels is bike touring. En dat klinkt al veel avontuurlijker. Tourfietsen in Nederland heeft misschien een beetje een verkeerd imago. Of een gek imago. Maar je moet maar denken dat de tourfietsen is voor de mensen die echt houden van mooie paadjes. Stillere paadjes. De paadjes die door het bos gaan. En niet per se de doorgaande weg. Die een lekkere snelle flow geven. En geasfalteerd is, ja. En in het laatste plaatje zie je dat je op je telefoon kan navigeren. Merk ik dat er grote hoeveelheid fans zijn van de navigatiefunctie van Komoot. Ik gebruik zelf een Wahoo, die heel makkelijk kan synken met Komoot. Maar
ja, het is ook gewoon fijn dat het allebei kan. Ik gebruik mijn telefoon weer juist als ik aan het wandelen ben om daarmee te navigeren. Dus al die mogelijkheden zijn er. En dat is een beetje het uitgangspunt van Komoot. Veel mogelijkheden, veel informatie bieden, zodat je zelf je keuzes kan maken en je beste buitensportervaring kan hebben. Daarbij kan je dus ook gebruik maken van verschillende kaartlagen. Je ziet hier, even kijken, waar is dat stukje ook alweer? Een beetje bij Harderwijk in de buurt. Dus het is een heel mooi zand, hele mooie zandverstuiving met een prachtig bos eromheen. En ja, dat zijn er typisch van die gebieden die je of vindt door middel van een highlight van iemand, maar in eerste instantie misschien naartoe kan door het scrollen, doordat je Google Satelliet hebt aangeklikt als kaartlaag. En op die manier kan zoeken naar dat soort van gebieden. Het soort van gebieden waar je zelf het meest fan van bent. Dat even in een notendop, tenzij ik even iets vergeten ben. Gijs, wat Komoot al biedt. Ik zo in het begin dat Komoot er was, dat was voor mij ook wel een eye-opener ergens. In eerste instantie dacht ik, oh, Komoot, handig. Ik voer in waar ben ik, waar wil ik naartoe. En ik krijg een prachtige route van Komoot. Maar het leuke aan Komoot is dat je zelf die route gaat maken. En dat Komoot de perfecte tool daarvoor is. Ja. Maar we hebben ook wel gemerkt dat ik hoor dat althans van gebruikers om me heen. Van ja, Gijs, leuk al dat maken. Heb jij niet een mooie route voor me? Ja. Als je naar mijn pagina gaat, dan zie je daar heel veel. En dan willen ze dus gewoon een mooie route hebben. En dat is mooi aan dat inspiratie. Dat, daar lijkt het nu wel een beetje op. Dat het toch een manier is om zelf routes te krijgen. Maar dat is wel heel gemakkelijk. Ik denk dat het nog steeds het leukste is om zelf gewoon lekker aan de slag te gaan. Maar goed, dat is natuurlijk een beetje mijn werk en hobby. Ja, maar goed, dat kan je dus met de inspiratie vinden, kan je alle kanten op. Maar ja, goed, er zijn dus heel veel gebruikers nu in Nederland. Dus je hebt een enorme database aan routes en aan highlights. En het is niet meer dan logisch, denk ik, om te kijken als je route-app aanbieder, hoe je daar gebruik van kan maken en hoe je daar het beste op in kan tappen eigenlijk. Want het is een enorme database. Nog even de inspiratiefeed is dus beschikbaar voor iedereen. En je kan middels collecties en highlights en gebruikers, dat zijn eigenlijk de drie ingangen, kan je dus bij die inspiratie komen. En dan gaan we eerst nu... Dit ziet er zo uit. Dit is de inspiratiefeed zelf. Dit zijn de collecties. En dit is de zoekfunctie van routes die je kan vinden aan de hand van je locatie en het sporttype en de hoeveelheid tijd die je wilt gaan fietsen of wandelen. Ik denk dat het beste is om gewoon in de app zelf of in de desktopversie dan van Komoot te gaan springen, zodat ik jullie live kan zien waar je alles kan vinden. En dan wilde ik eigenlijk beginnen bij collecties. Waar heb jij je meeste ervaring mee? Met je telefoon routes maken of toch je desktop, je laptop of computer? Ik maak mijn routes eigenlijk bijna altijd op mijn desktop als ik die bij me heb. Altijd op mijn laptop als ik die bij me heb, ja. En jij? Ja, ik ook hoor. Ik heb wel eens momenten gehad dat ik was met een vriend van mij naar Schotland. En toen bedachten we daar pas, we gaan niet rechtstreeks de weg fietsen naar het evenement. Maar we gaan een detour maken, want we hebben alle tijd. Ja. En toen hebben we echt in no time met de telefoon een route via Komoot gemaakt. En die bracht ons door een fantastisch natuurpark. En volgens mij hadden we, ik denk altijd we hebben mazzel, maar misschien is Komoot gewoon zo goed. Ik denk een beetje van beide. Ja, maar ik vind het ook heel fijn dat ik onderweg zelfs ook kan zeggen van, hé, ik heb genoeg gehad. Of ik vind het, de wind is nogal irritant. Dus ik wilde op een iets andere manier deze route toch maar aanpassen. Weet je kan aanpassingen maken onderweg en even gewoon je telefoon pakken, erbij pakken en je route weer aanpassen. Collecties, daar begin ik eventjes bij. Collecties zijn eigenlijk, er zijn verschillende vormen van, maar collecties zijn eigenlijk een verzameling van highlights en routes die je kan maken in je Komoot profiel. En persoonlijke collecties, dus je eigen collecties, die kan je alleen maken als je een premium abonnement hebt. Maar als jij geen premium abonnement hebt, kan je wel de collecties van anderen bekijken. En daarin dus ook routes vinden en die routes weer op je eigen profiel opslaan. Dus dat is eigenlijk, de collecties zijn
ja, routes en highlights die een bepaald thema hebben. En hier laat ik je bijvoorbeeld even de collecties van Simon Rosmolen zien. Dat is iemand die ik volg en dat is ook een editor bij ons, bij Komoot. Dus die maakt collecties voor Komoot als zijn werk. En als je hem volgt, dan zie je deze collecties. Maar deze verschijnen dus ook in je inspiratiefeed. En zo ziet dan een collectie eruit. En een collectie van een editor heeft altijd een uitgebreide beschrijving. Dat zou een collectie van iemand anders, van een andere gewone gebruiker, zeg maar, niet hebben. En dan zie je in deze collectie zie je een overzichtskaart eerst, nadat je een beschrijving hebt gezien. En dan zie je een overzichtskaart van de verschillende routes die je in deze collectie kan vinden. En dit zijn verschillende bikepacking routes. En die kan je dan hieronder nog eens tot in de detail gaan bekijken. Aan de hand van de tekst die er geschreven is. Maar ook de route zelf kan je dan bekijken. En alle details die Komoot je dan geeft gaan bestuderen. Dus de highlights die je onderweg gaat tegenkomen. En de route zelf. Hier het profiel. Hoogtemeters, het soort wegen en ondergronden die je gaat tegenkomen. Het is allemaal interactief. Hier zijn die wegen en ondergronden nog eens de samenstelling daarvan nog eens eventjes op de tijdlijn gezet. En hier heb je nog een aantal extra tips en waarschuwingen. En als je dan denkt van, nou, ik vind dit een fantastische route, ik wil deze gaan doen, dan kan je daar een kopie van maken of een kopie bewerken. Nou, en even terug naar deze collecties. Zo. Ja. Ik zal even uit die fullscreen, want dat wordt het allemaal wat ingewikkelder van. Ik wil nog even zeggen over die. Dit zijn wel echt twee dingen. Niet een highlight, waar zitten we ook weer in? Collectie, ja. Jongen. Een collectie, dat kan je alleen maar zelf aanmaken als je een account hebt. Hè? Een premium account, ja. Dus dat is een persoonlijke collectie. En dit zijn de collecties van een aantal gebruikers die ik je laat zien. En, ja, dat zijn wel echt pareltjes. Want als je routes wil rijden en je vindt een collectie van iemand, dan weet je, nou, dit zijn de top. Want iemand maakt specifiek een collectie aan om te laten zien aan de wereld, dit zijn de mooiste routes. Op die manier, ja. Dat is een beetje de manier van hoe mensen Komoot gebruiken, althans als ik voor mezelf spreek. Dus als je een route van mij bijvoorbeeld wil pakken, dan moet je gewoon naar mijn collecties gaan. Daar staat al het mooiste in. En een route zomaar pakken die ik een keer heb gereden, terwijl ik links-rechts weggetjes neem. Ja, oké. Dus je gebruikt collecties echt als die dat zijn een soort verzamelingen van je best of. Ja, eigenlijk wel. Nou ja, nu we hier toch zitten, is misschien wel leuk om. Nee, wacht even. Ik laat nog heel eventjes zien dat dit is bijvoorbeeld een gebruiker die ik volg, Jorrit Kluitman. En die is op dit moment in Zwitserland aan het gravelbiken. En die heeft ook een collectie gemaakt van deze tochten. Dus je ziet hier ook weer vijf van die icoontjes. Dus hij heeft zijn vijf verschillende collecties in deze route. En dan zie je hier ook weer wat dat voor soort routes zijn. En haal je hier je inspiratie uit door of de route gewoon meteen te gebruiken. Je kan de hele collectie opslaan, dat doe je hier. Je kan hem leuk vinden, je kan er iets over vragen of zeggen. Je kan hem ook delen met iemand anders. Dus dat is wat een collectie is. En nu gaan we even wat uitgebreider in. Wat doe je dan met een route die je uit een collectie van een ander haalt? En dan pak ik even de gravel routes van Gijs. Want Gijs staat bekend als de gravel expert van Nederland. De gravel koning. Hoe noemen mensen je nou ook alweer? Ja, zo noemen ze maar. Dat is natuurlijk een beetje gênant. Ja, kijk maar waar mijn routes zitten die ik vooral heel mooi vind en heb gereden. Dat is toch vooral de Heuvelrug, het Gooiland, dus dat bij Hilversum en de Veluwe. Ja. Voor de rest, ik ken heel veel gebieden hoor en ik kom er veel, maar dit zijn de routes die ik ook openbaar heb gemaakt waarvan ik denk, deze wil je delen, want deze vind je ook gewoon het beleven waard, toch? Ja. Nou, dan kan je dus weer, ik ga kijken van, nou, welke route wil ik kiezen. Ik heb er nu al eentje uitgekozen. Dat is de Gravel Veluwe Zuid, want dat is nou precies het gebied waar ik zou willen gaan fietsen bijvoorbeeld dit weekend. Klik je op bekijken en dan scrolt hij voor je naar beneden naar de routes die je hebt gekozen.
En dan kan je hem nog eens goed gaan bekijken van, nou, wil ik deze inderdaad echt? Ik ga er ongeveer zo lang over doen als ik die gemiddelde snelheid heb. Dit zijn de highlights die ik onderweg ga tegenkomen. Nou, en dit stelt zeker niet teleur, Gijs, want de plaatjes. Ja, de Veluwe is natuurlijk ook prachtig, maar hier zie je ook bijvoorbeeld Erwin Sikkers is een hele actieve, enthousiaste Komoot-gebruiker en die woont in Arnhem. Dus hij heeft verschrikkelijk veel, hij houdt heel erg van gravel, dus hij heeft verschrikkelijk veel gravel highlights aangemaakt. En daar kan Gijs dan weer gebruik maken, van maken in zijn routes ook. En heeft dat hier ook gedaan. En hij is een professioneel fotograaf. Dus hij is ook nog professioneel fotograaf, dus alles ziet er nog iets beter uit dan bij jij en ik. maar dat is ook een manier om weer mensen, goede, interessante mensen te vinden om te volgen. Hè, via een highlight die je tegenkomt. Of dat nou in een route zoals dit is, of op de routeplanner, in de routeplanner zelf, of of nadat je je rit hebt geüpload. Mensen die highlights aanmaken, die... waarvan jij zoiets hebt van, ja, dat was de moeite waard. Of die vond ik heel mooi, daar heb ik, weet je, ik ben blij dat die op mijn route zat. Dat zijn vaak ook gebruikers die je dan, die handig zijn om te volgen. Want die maken over het algemeen mooie routes, zijn er echt, besteden er veel tijd aan. Ja, ik vind dit echt een, nog nooit zo'n mooi overzicht van highlights gezien. je ziet dat er ook heel veel highlights zitten in. Ja, maar zo ben ik. Ik wil er echt in. En tussen die highlights zitten ook nog allemaal puntjes, omdat ik dan precies weet waar ik ben. Ja. Ik kronkelt ook helemaal, zie ik inderdaad, door de Veluwe Zoom. En dan nog een stukje naar de andere kant van de welke weg is dat ook alweer. En er zit ook nogal wat onverhard in. Dus onverhard plus verhard gravel, als je dat samentrekt, dan heb je meer dan de helft van deze route die onverhard is. Daar ben je ook fan van. Dus ik zie al wel waarom dit een van je favoriete routes is. Dan kan je eigenlijk twee dingen doen. Dus je kan, je kan meerdere dingen doen, maar laten we even zeggen, je hebt nu twee opties. Je kan een kopie maken van deze tour. Hij is nu groen, want dat heb ik al een keer gedaan. En op het moment dat je een kopie maakt van iemand anders een tour, dan staat die automatisch bij jouw geplande routes. Dus in jouw overzicht. Hier, van geplande routes, komt deze tour dan meteen te staan. Je kan daar dan nog van alles mee doen, want dan staat hij eigenlijk opgeslagen als het ware in jouw plannen. En die kan je ten alle tijde kan je die nog wijzigen, dus die route kan je aanpassen. Je kan die ook direct aanpassen, de route, nu voordat je hem opslaat. En hem bijvoorbeeld een ander startpunt geven, of hem in de planner openen om hem nog verder te bewerken. Ja, ik vind deze route heel mooi zoals die is, maar ik wil inderdaad ergens anders beginnen. Dus dan selecteer ik startpunt. Aanpassen en dan krijg ik meteen een overzichtje van de route, inclusief de openbaar vervoers, de stations, de busstations en de treinstations in de buurt en ook de parkeerplaatsen. Nou weet ik toevallig dat hier een prima parkeerplaats zit. Waar ook een heel fijn restaurant bij zit. En dat is de parkeerplaats van de Postbank. Als die weer open is, ja, vast wel. Nou, en je ziet, mijn route is eigenlijk meteen aangepast. Dus het A-punt is nu veranderd naar de parkeerplaats van paviljoen de Postbank. Ja, het enige wat je even moet doen is dat loopje eruit halen waar eerst de parkeerplaats zat. Dat hoef je dan nu niet te rijden. Dat gaat heen en weer. Linksonder. Daar. Bij de snelweg. Daar zie je daar, dat is je startpunt. Ik dacht, het is een gekke manier om over de snelweg te gaan. Aha, dat is wel een goeie. Nou, laten we dat zo eventjes zien, hoe ik dat dan nog kan aanpassen. Ik kan ook, ik hoef geen plek, ik hoef niet per se een P of een openbaar vervoerpunt te kiezen. Hè. Ik kan ook gewoon zeggen van, nee, ik begin hem hier. Kijk, zeg maar wat. Of ik begin hem bijvoorbeeld in Hoenderlo, want daar sta ik op de camping. En dan kan ik even naar Hoenderlo scrollen. Ik heb nu alweer zo zin om deze route eens een keer te gaan fietsen. Ja, en ik heb zin om Hoenderlo op de camping te staan. Ja, precies. Dacht dat hele... Ja, die ligt hier ongeveer, dus ik klik deze wel even aan. Ja, dat is een natuurcamping bij... Bij het Nationaal Park. Daar zie je dat ik wel een enorme loop erbij aan heb gehaakt, zeg maar. En deze hier, deze highlight, die ga ik heen en weer fietsen. En... Dat wil ik misschien niet, dus dan zou ik die highlight er misschien eruit verwijderen als ik deze route daadwerkelijk ga rijden. En... Nee, dit is de mooiste. Nee? Oh, deze highlight moet erin blijven. Ja, deze moet erin blijven. Dit is de mooiste, dit is de meest bekende gravel highlight van Nederland. Twee bomen. Nee, dat?
Ja, met grind weg ertussen. Als je de highlight opent, dan zie je... Oké, dan gaan we even naar de highlight toe. Ik vind het wel grappig hoe deze keuze zo maakt. Kijk, nu staat hij hierboven. Je hebt een gravelrit gepland, dus dan staat hij in mijn geplande routes. En kan ik hem dus altijd nog bewerken. Ik kan andere mensen uitnodigen. Ik kan alsnog mijn startpunt wijzigen. Ik kan deze A verslepen. Ik kan, zoals Gijs zei, hieronder dat P'tje wat hij erin had gezet. Omdat hij daar begint, aan die parkeerplaats start, kan ik er ook weer uithalen. Je moet het ook, tenminste, ja... Tenzij je met die eerste parkeerplaats die postbank te hebben gekozen, het eigenlijk wel tijd genoeg besteed hebt aan de route, dan hou je het gewoon zo. Je kan hier ook een startpunt van maken voor de rest van je puzzeltje om je route helemaal perfect te maken. En deze highlight hebben we bijvoorbeeld niet uit te halen. Ik zal even kijken hoe mooi die dan eigenlijk is. Of die echt zo mooi is als Gijs zegt. Dit is inderdaad een klassiek gravelplaatje. Ik heb hier volgens mij laatst gefietst. Zonder dat je door had. Oh, nee. Het was een andere hele rechte gravelweg over de Veluwe. Het inspireert mij in ieder geval om een keer een soort top... Binnen wielrennen heb je allemaal top 10 bergbeklimmingen. Of in Nederland de top 10 mooiste beklimmingen in Limburg. Nou, dit lijkt mij nou mooi om een top 10 te maken van mooiste gravelwegen in Nederland. En ik denk dat deze Delerwoud echt heel hoog gaat eindigen. Maar goed, dat is voor later. Daar ga je een collectie van maken. Je hebt bij deze beloofd dat je die collectie gaat maken, toch? Iedereen in deze webinar gaat je sowieso volgen. En dan gaan we je gewoon de hele tijd vragen. En is de collectie er? Ja, precies. Laten we even naar een andere feature gaan kijken van de Inspiratiefeed. En doe ik deze eventjes dicht. En dan gaan we hier naar de Inspiratiefeed zelf. Dus we gingen nu direct naar collecties toe. Die vind je onder andere doordat jij mensen volgt die wiens collecties je in kan duiken. Maar in deze feed die je hier hebt, krijg je ook collecties zoals deze. Tips voor je eerste weekend van juli. Dat zijn highlight collecties. Ik heb aangevinkt in mijn profiel dat ik alle categorieën sporten interessant vind. Dus ik krijg ook collecties van wandelcollecties krijg ik gepresenteerd. Omdat Komoot denkt dat ik dat misschien wel interessant vind. En ik krijg ook collecties als deze. De 20 mooiste MTB-routes in Utrecht. En die worden samengesteld door het algoritme van Komoot zelf. Dus je ziet hieronder een collectie van Komoot. Dat is een algoritme, hè, zei je? Er zijn maar 20 mountainbike-routes in Utrecht. Dus het is... Ja, je moet het soms even met een korreltje zout nemen. Het zijn misschien niet altijd de allermooiste. Maar ook daar is het toch alweer een startpunt van een nieuwe route, een nieuw plan wat je misschien wil gaan hebben. Nou, dat is het. Nederlanders die willen graag op de vaste routes mountainbiken. Maar willen ook heel graag vanuit hun woning op een mooie manier naar de vaste route heen rijden. En dat kan niet overal, maar dat via Komoot kom je toch een heel eind om toch een hele mooie route te gaan maken daarvoor. Ja. En hier krijg ik een collectie van Marijn Heijnen, krijg ik gepresenteerd. Je krijgt collecties van ons algoritme, van de editors die in Nederland aan het werk zijn. Dat zijn er 4. En je krijgt collecties van onze ambassadeurs en andere mensen die een hele mooie collectie hebben gemaakt, waar we daarmee samenwerken om hem zo goed te maken dat hij ook gepresenteerd kan worden in deze inspiratiefeed. Dus, en hoe meer mensen er mooie collecties maken, hoe meer verschillende mensen je zal zien langskomen in de inspiratiefeed. Even kijken, dat is één manier om collecties, of dat is de andere manier om aan collecties te komen. Maar wat heeft die inspiratie nog meer, feed nog meer bovenaan? Dat is deze zoekfunctie. En hier kun je gewoon heel specifiek gaan zoeken naar een bepaalde route die je wil gaan fietsen. En dan kies je Monschau. In de Eifel. Want daar ken je het wel. En daar is het sowieso ook fantastisch. Ja, grappig. Dan hoef ik dus niet geïnspireerd te worden. Maar het is wel echt een heel mooi gebied. Zeer aan te raden. En niet alleen maar voor de gravelbiker. Maar ook voor de wielrenner. Het is echt een gebied wat gewoon super mooie asfaltwegen kent. En best wel goede beklimmingen. En net even weer anders als in de Ardennen.
Want wat is het? Het is wat minder stijl of juist... Nee, het is ook heel stijl, maar de wegen zijn gewoon heel goed. In de Ardennen is het al snel heel slecht. Dat is waar, en, ja. Ik vind ook het is ook een andere cultuur natuurlijk. De natuur is ook net even anders. Ja, ik vind het een heel mooi alternatief voor de Ardennen. Het is vaak net zo ver rijden ook als de Ardennen. Ja. Dus ik ga nu graag naar dit gebied toe. Maar nou, ik vind vooral gravelrijden heel erg leuk. En dan heb je ook een nationaal park. Daar lopen een aantal vaste fietsroutes doorheen. Ja. Voor de toerfietser. De helft daarvan is onverhard. Dus dat zijn ook prachtige grindwegen. En dat brengt je op allerlei mooie plekken. En je kan hier dus allerlei filters aan aanbrengen. En op deze manier kan je dus eigenlijk... Dit is misschien wel de allersnelste manier om een nieuwe route te vinden als je naar een gebied gaat waar je het nog niet zo goed kent. Dus waar je misschien nog niemand volgt die een collectie heeft waar je op in kan tappen. Het is een hele makkelijke manier om vanuit een bepaalde startplaats, zeg je gaat een weekendje, ga je naar Manchau en je wil in ieder geval één keer fietsen. Dan kan je hier aangeven, ik wil vanaf Manchau mijn zoekstraal mag ongeveer 20 kilometer zijn. Dan kan je hier een duur aangeven. En moeilijkheidsgraad kan je ook aangeven. Ik doe dat meestal niet, want je maakt het zo moeilijk of makkelijk als je het zelf wil. Het is ook redelijk persoonsafhankelijk van wat jij moeilijk of gemiddeld of zwaar vindt. Dus ik laat dat eigenlijk altijd open. Nu zie je dat ik, als ik ga scrollen, zie ik dat ik allerlei verschillende routes krijg. Ik zie hier ook heel veel. Dat zijn er 107. Dat zijn er nogal veel. Je kan dus verder filteren als je denkt van dat zijn er wel iets te veel om uit te kiezen. Je kan ook gewoon aan de hand van een beetje de routelijn waar die ongeveer loopt. Kijk, deze loopt heel mooi rondom de mieren en dan gaat hij nog een stukje blijft voornamelijk in het groen. Dus ik heb bij deze dan al zoiets van. Wie maakt deze routes? Wie maakt deze routes? Dat is het magische algoritme van Komoot. Ik heb het steeds over het algoritme. Maar daar is ook heel veel van de inspiratiefeed natuurlijk op gebaseerd. Even uitleg. Ja, dus je moet het zo zien. In de backend wordt er een heatmap geopend van een bepaald gebied. En op die heatmap kunnen we dus zien welke segmenten... welke delen van een bepaalde regio het meest worden gefietst. Als je racefietser bent, dan de wegen die het meeste gefietst worden door andere Komoot-gebruikers, die selecteert hij dan in combinatie met, ik vermoed, de highlights die gebruikers... Ja, precies. Dus het is ook allemaal sportspecifiek. En daar komen dan de highlights bij, want de highlights en dan ook wel weer alleen de goed gewaardeerde highlights. Dus niet elke highlight wordt meegenomen in deze berekening. Dus uiteindelijk heb je dan dus een collectie van highlights en segmenten die dus populair zijn van een bepaald gebied. En dan zal dus het algoritme daar een mooie, goed lopende route van proberen te maken. Ook het startpunt wordt gekozen aan de hand van een logisch startpunt. Dus een plaatsje vaak of een station of een beetje een toeristisch punt waar dus veel voorzieningen zijn. Of een punt waar veel mensen... een route in dat gebied starten, wat vaak een beetje hetzelfde uitgangspunt zal zijn. En op deze manier worden er de routes gemaakt. En het zal dus ook soms zijn dat als jij een hele goede, mooie route hebt gemaakt, die misschien ook weer andere mensen, jij zou het misschien wel hebben in de toekomst, maar die andere mensen vaak hebben gebruikt, dat je bijna je eigen creatie zeg maar terugziet in deze feed van... Dat zou ik wel een eer vinden als ik dat... Ik zou dat dan inderdaad zien als een eer, ja. Dat een rondje zie ik denk, nee, maar dit is gewoon... dat zou ik wel tof vinden, maar... dat is toch... Ja. Nou, dan ga je weer hetzelfde als wat we eigenlijk bij die andere... Weet je, bij de collecties en de routes van andere gebruikers ook doen. Dan ga je even kijken van, is het inderdaad het soort van route wat ik wil fietsen? Komen er highlights in voor die ik fijn of die ik aantrekkelijk vind? Is het soort weg en ondergrond, de samenstelling van daarvan... is dat geschikt voor het soort van rit wat ik wil gaan meemaken? En dan kan je hem dus opnieuw opslaan. In je geplande tours. Of je kan een ander startpunt selecteren. Ik heb nog niet eens goed gekeken waar dit startpunt dan is, maar waar zou je kunnen blijven in Manchau?
Ja, je hebt daar een Nederlands hotel en die is helemaal ingericht op wielrenners en andere fietsers. Dat heet De Lange Man. De lange Niet eens in het Duits, maar gewoon. man. En waarschijnlijk schijnt die gelijk boven hier, Oh ja, Monschau. Langemann Monschau. Dat ligt niet specifiek in het plaatsje Monschau, maar zo'n 5 kilometer vandaan. Oh En ja, maar het ligt dus zo te zien wel op de route. Dat is dat is makkelijk. mooi meegenomen. Nou, en dan kan je dus inderdaad, dan heb je hier weer een klein uitsteeksel, want dit was het originele startpunt. En die kan je dus eventjes in de routeplanner eruit halen. Zullen we dat gewoon meteen even doen? Dan heb ik dat ook meteen opgeslagen. Ja, ik zit hem even snel te bekijken, maar het is inderdaad een mooie Dit optie. wil je wel doen? Ja. Leuk. Het zijn altijd een beetje gekke namen, dat zeg ik er maar even bij. Maar deze namen zijn dus ook automatisch samengesteld vanuit een paar highlights die in die route zitten. En je geeft hem natuurlijk gewoon je eigen naam van familieweekendrondje of nou ja, zoiets. Nu heb ik hem, er staat er dus weer, je hebt een route gepland, dus ik heb hem gepland. Hij staat klaar, zeg maar, om gefietst te worden. En dan ga ik eventjes dat start, het originele startpunt er even uithalen. De routeplanner is soms wat langzaam, sorry mensen, als mijn video ook aanstaat. Dus heel even, ja, daar is die dan. Oh, ik zie dat het gewoon één waypoint is. Dan haal ik hem er zo uit door erop te klikken. Wat Dan wel heb ik interessant is, geladen. dat je dan, als je echt wil gaan wielrennen, het gebeurt nog wel eens dat een wielren-highlight toch onverhard is. En dat staat meestal vermeld in de highlight zelf. Dat je als je deze route hebt geopend en je wil echt zeker weten dat er niet onverharde stukken in zit, open je een aantal van die highlights en dan lees je of het een onverharde highlight is of niet. Met name langs het meer. Ik zie het nu een weggetje lopen. Daar Ik twijfel zie ik zelf hier ook een beetje. een routewaarschuwing. Dus los van de highlights kun je ook nog kijken naar de routewaarschuwing. En er staat inderdaad dat hier één segment zit. Ik ben wel benieuwd of dit dan hetzelfde is als wat jij al zag. Oh nee, dit is sowieso een beetje een gekke. Oh oké, okay, dus dit zit in je route omdat je hier een heel mooi uitzicht hebt. Maar dan moet je wel bereid zijn om over een klein stukje onverhard te rijden. Ja. Maar je kan dus ook zeggen van, nou, dat hoeft voor mij niet. Ik haal die eruit. En dat uitzicht, dat heb ik ergens anders op de route ook wel. Ja, en er staat nu onderop minder dan 100 meter is onverhard, oftewel eigenlijk geen. Nee, dat is verwaarloosbaar. Dus dan kan ik hem opslaan. En als ik een premium moment heb, sla ik hem dan misschien op in mijn collectie van ritjes die ik wil rijden op mijn weekendje in Monschau. En dan staat hij gewoon in je geplande routes en kan je hem vinden door op locatie te zoeken. Dus dat is de zoekfunctie. Hoe vind je hem? Ja, ik Hij word. presteert wel goed, hè? Ja, het is leuk. Want nou ja, ik vind het zelf lastig. Voor mij is Komoot niet een navigatie zoals je in de auto hebt, van ik wil daar naartoe. En daar ben ik misschien ook te eigenwijs voor, omdat ik vaak gebieden zo goed ken dat ik weet, maar ik wil dat weggetje erbij nemen. Dus voor Ja. mij blijft de sport vooral mooie eigen routes maken. Maar ook als ik routes maak, bijvoorbeeld hier in de Pyreneeën, dan maak ik wel daadwerkelijk gebruik van Komoot en kijk ik naar de highlights in zo'n gebied, maar ook naar de voorgestelde routes. En dan Ja. ook van waar komt Komoot nou mee? Wat voor een zwaarte van de routes zijn het nou? Wat is nou een beetje realistisch daarin? Want wij Nederlanders weten wel hoeveel we kunnen fietsen op het platte. Maar hier in de berg is het echt een ander verhaal. Daar ben ik zelf ook alweer achter gekomen. Dat ik er zo lang over doe voordat ik boven op een top aankom. Dat ik denk, oh ja, dat heeft wel effect op. Als ik 3 van dat soort beklimmingen op een dag heb, dan ben ik heel laat binnen. Als je Ja. vast aan bepaalde sluitingstijden, zoals bij evenementen in mijn geval. Dus ik ben blij dat ik daar ook daarvoor Komoot kan gebruiken. Dus ja, dat zit Je hier zei onder net van, andere. zie ik een rit voorbij komen. Ja. Is dat dan van iemand die je volgt of een rit van, want je hebt dus ook deze, ik moet er even naar Nou, zoeken. wat ik vaak, wat Hier, je ook deze, ja. getipt hebt, Ja. bijvoorbeeld hier in de Pyreneeën, daar, ja, de kans dat ik mensen volg die in de Pyreneeën mooie routes hebben gemaakt in dit gebied is vrij groot. Maar dan moet ik echt gaan zoeken naar die persoon, dus dat weet ik niet. Maar wat vaak zo is met een highlight, als je die opent, dan stelt hij daar ook zelf routes bij voor. En dat vind ik een hele handige functie. Ah, ja.
Moet ik dat nog even laten zien misschien? Ja, doe dat maar. Dat is echt een fijne manier. Met name als je in gebieden bent, voor mensen die op vakantie gaan. Dan hoef je routeplanner te openen. Het is inderdaad, ik heb dat ook wel eens gebruikt. Het is geen onderdeel van de inspiratiefeed dus per se. Want je ziet hier wel collecties van highlights. Maar dit is echt iets wat je in de routeplanner, denk ik, het beste kan zien. Ik wil nog even, nu ik nog in de inspiratiefeed zit, laten zien dat je niet alleen routes ziet van mensen die je volgt. Maar ook routes van mensen die in jouw regio hebben gefietst. En ook weer mensen die dan wel in de categorie sport hebben een rit hebben geüpload waar je ook in geïnteresseerd bent. Dus kijk even goed naar je instellingen of je die ook goed hebt staan. Als je alleen maar geïnteresseerd bent in wielrennen, dan is het handig om dat ook aan te geven. En nog iets wat ik hier wilde laten zien. Oh nee, dat wilde ik hier nog even laten zien. Je kan ook nog, als je niet zo goed weet hoe je mensen kan vinden om te volgen. Dus naast de mensen die hier worden aangegeven als interessante mensen om te volgen, heb je natuurlijk ook, wat Gijs en ik net zeiden, je komt soms mensen tegen door middel van een highlight of je kent mensen en die ga je volgen. Maar je hebt ook pioniers en experts in regio's. Ja, dat is echt fijn. Als je nou een pionier vindt die heel hoog scoort in dat specifieke gebied, omdat hij heel veel highlights heeft aangemaakt, heel veel routes heeft aangemaakt, heel veel highlights heeft geliked, allemaal tips erbij heeft gezet. Nou, dan stijg je in de ranking. En als je die persoon vindt in dat gebied en die heeft dan ook nog eens een collectie, nou, dan zit je goed. Ja, dat is wel goed. Dan weet ik gewoon zeker dat je mooie routes krijgt. Ja, nu zocht ik dus op experts voor wielrennen in Rotterdam en Zuid-Holland. En ik krijg dan dus het lijstje. Hier is de pionier, dus degene die de meeste punten heeft gescoord binnen Komoot. Dus punten krijg je door highlights aan te maken of doordat mensen jouw highlights heel hoog waarderen. Of je dus veel likes op je highlights hebt. En dat is voor Komoot dus een manier, voor ons, ja, we hebben bedacht om een manier om de beste gebruikers een beetje te belonen. En zo heb je dus deze lijst van mensen die in de regio Zuid-Holland hebben gefietst en daar highlights hebben aangemaakt. Let op wel, dus dat is binnen wielrennen. Dus je hebt experts binnen alle verschillende regio's, maar ook binnen alle verschillende sporten die we aanbieden. En dit is dus ook een manier om op zoek te gaan naar gebruikers waar je misschien de content van zou kunnen gebruiken. En even kijken, ik denk dat ik zou jou wel kunnen vinden, denk ik, als ik pionier tourfietsen zoek op in de regio Utrecht. Ja, ik wou net zeggen, in Zuid-Holland zijn weinig gravel of, tour. Nee, ook niet echt veel. Die zijn er denk ik wel een stuk minder inderdaad. Ik zal even wielrennen in Gelderland. Nou, dan komen we Erwin natuurlijk weer tegen. Ja, dan zie je al dat Erwin hier pionier is met al zijn gravel segmenten die hij dus als wielrensegment heeft opgeslagen. Dat is wel goed om te bedenken dat je dus als je een gravel rit gaat maken, dat je zowel bij tourfiets highlights als bij wielren highlights kan kijken voor de mooiste segmenten die off-road zijn, omdat er nog geen specifieke gravel categorie is. Wel om je route op te slaan als gravel route, maar niet om de highlight te maken. Erwin denkt er wel over na hoor, want die maakt vaak bewust een keuze als het een Strade Bianchi-achtige strook is. Ja. Yeah. Die je kan bereiken door over asfaltwegen te gaan, dan kenmerkt hij dat vaak als wielrensegment. Dat zet hij ook heel specifiek in de titel al van zo'n highlight. Dus precies, dat wil ik net zeggen. Kijk, als je om te kijken of een highlight geschikt is voor jouw soort van sport of het soort van rit wat je in gedachten hebt, heb je heel veel aan de tips en natuurlijk de foto's van die highlights. En die kan je makkelijk in de routeplanner eventjes bekijken voordat je iets toevoegt of niet. Dat blijft niet te veel hangen aan de categorieën van highlights, zou ik dan zeggen. Ik voeg ook wel eens een wandelhighlight toe, omdat het ook gewoon aangeeft dat het een hele mooie plek is. Hier zie ik mezelf. Nou. Goed bezig. Ja. Oh, en jij staat hieronder, want jij maakt meer tourfiets highlights dan dat jij wielren highlights maakt. Dus iedereen die hierin staat zou je kunnen volgen. Dan heb je alvast een hele mooie feed, denk ik zo. Nu gaan we nog even kijken naar de manier waarop je mooie routes kan vinden door middel van eigenlijk de highlights die je als toegang kan gebruiken voor het vinden van
een mooie route, of het startpunt eigenlijk voor van een mooie route. Zullen we dan hier maar eens eventjes zeggen dat we gaan gravelbiken? Heeft mijn voorkeur maar, hè? Zullen we even kijken wat er dan hier in mijn omgeving misschien... Mag ik heel even inbreken, Robijn? Jazeker. Heb je een vraag? Nee, ik heb niet. Ja, ik heb heel veel vragen, maar dat gaat vooral over highlights. Dus dat is wel goed om straks even stuk voor stuk te behandelen. Want daar heb ik nog wel wat vragen over hoe je dat het beste kan verwerken. Ah, top. Eerst op zoek naar die highlights die we... Ja, het is wel een hele klassieke highlight, maar ik pak hem er toch bij. Radio Kootwijk is natuurlijk een fantastische plek om naartoe te fietsen of omheen te fietsen. Of in ieder geval onderdeel te maken van je route. En nu kan je zeggen van nou, ik kan hier nu meteen een route gaan plannen. Maar je kan ook eventjes naar deze highlight toe. Door te zeggen van nou, ik wil even meer details over deze highlight krijgen. Dan krijg je eigenlijk, kom je eigenlijk in de overzichtspagina van de highlight zelf. Met alle tips die daaraan verbonden zijn. Alle foto's die mensen hebben toegevoegd. Het zijn allemaal, dit is dus allemaal content van Komoot gebruikers zelf. En dat heb je dan hierboven staan. Oh, dat is raar. Ik werd eruit gegooid. Ben jij er nog, Gijs? Ik ben er nog. Oh. Maar jouw pagina's, die zijn Oké, fietstochten. Het was waarschijnlijk mijn eigen fout. Fietstochten naar Radio Kootwijk. Ja. Ja, je zegt ja, dit is geniaal. Ja, dus dit is, als ik het niet mis heb, dit is eigenlijk dus eenzelfde soort lijst die je krijgt als je een overzicht... hetzelfde soort overzicht wat je zou krijgen als je zou zoeken dus via de zoekfunctie op een bepaalde plek en een bepaald soort even kijken, nee, alleen een bepaalde plek, maar hier heb je natuurlijk allerlei soorten fietstochten, ja, zonder filters. Zou je dan kijken naar het startpunt of de lengte? Ja, de startpunt kun je natuurlijk aanpassen. Ik zou dan denk ik kijken naar de lengte. Hey. Klinkt goed. Het is het bovenste plaatje zijn nu al goed, hè? Nou ja, en dit is dus ook weer een route die dus is samengesteld eigenlijk door alle data van Komoot gebruikers zelf. En hoe die data dus, en die data is dan door het algoritme zo samengepakt of geselecteerd om daar een mooie route van te maken. Ja, dus Komoot voldoet aan de wens dat die routes maakt voor... Eindelijk! Ja, maar ja, we hebben daar heel veel vragen over gehad, hè, Gijs? Ja. In de eerste paar webinars die we deden van mensen, ik wil gewoon een kant-en-klaar route, ik wil gewoon zeggen, start hier. Ik kan jullie ook nog een geheim verklappen. Het is misschien een beetje spannend. Ik weet namelijk niet wanneer dat gebeurt. Maar wat er op een gegeven moment, als er dus genoeg data is, krijgen we er nog een functie bij. En dat is de functie van Smart Tours. Dat heette dan Smart Tours from Home. Dus dan kan je zeggen, oké, ik wil ongeveer zo ver fietsen. En ik ben op mijn mountainbike of ik ben op mijn gravelfiets of mijn wielren, een racefiets. En geef mij maar wat opties. En dus dat is dus eigenlijk hetzelfde als die zoekfunctie die we nu net lieten zien. Alleen dan starten ze altijd vanuit je huis. Maar dat komt er dus aan. Daar hebben we nog net iets meer tijd voor nodig om te kunnen lanceren. Zullen we even naar de highlights gaan? Want er blijven maar vragen over binnenkomen. Blijf maar vragen. Ja, wat een vraag. Want ik heb helemaal geen tijd nog gehad om naar de highlights vragen te gaan. Nou ja, de eerste concrete vraag is, hoe kan je een highlight aanmaken? Ah, oké. Er zijn verschillende manieren. maar de meest logische manier is dat ik ga wel even naar een route. Dat je hebt gereden en daarna... Ja, de logica van Komoot is dat je een highlight aanmaakt op het moment dat jij iets hebt gevonden op je tocht. Dus je bent iets tegengekomen, je hebt daarvan zoiets van, nou, dit wil ik delen met andere gebruikers, want dit is zo mooi, ik wil er, weet je, ik zou dit aanraden aan anderen om ook naartoe te gaan. In de regel is het dus een voltooide tour. En het liefst heb je daar dan ook een foto van gemaakt, maar zelfs als je geen foto hebt gemaakt, maar je wil hem wel graag
opslaan als highlight. Zet er dan gewoon een tip bij. En die foto's die komen daarna wel. Want je komt er zelf misschien nog een keertje iemand anders. Je komt er langs en heeft er een foto van gemaakt. Maar zeg, ik heb goed gefietst. Ja, hier heb ik ook nog wel een foto in zitten. Maar je kan dus geen highlights maken zonder dat je de route hebt gefietst, hè? Nee, behalve als je expert bent in een regio. Ah, maar dat en zijn... In de app kan je dat dan doen. De gemiddelde gebruiker, dat is namelijk een vraag. Nee, de gemiddelde gebruiker niet. Nee, okay. We geven experts wel die mogelijkheid. En wat dat dan... dan moet diegene er nog wel een foto van hebben gemaakt. Dus, en dat kan dan alleen ook in de app. Dus dat is wel eigenlijk ja, een soort extra privilege, zou je kunnen zeggen, voor het maken van highlights. Maar in principe kan het dus alleen als je een tocht hebt gemaakt en je daar daadwerkelijk bent geweest en het liefst ook een foto van hebt gemaakt. En wat dan zo handig... Als je de route hebt gereden er is al een highlight gemaakt van een plek waar je bent geweest en je hebt daar zelf al een foto toe, dan kan je die toevoegen aan de bestaande highlight. Ja. Ik zal hier eerst even laten zien dat je... Dit is dus de rit die ik heb gemaakt. Ik heb daar drie foto's gemaakt op verschillende plekken. Namelijk op 12 kilometer, op 17,5 en op 40. En ik kan hier dus direct in het tour, in de pagina van Tour bewerken... kan ik dus direct in de pagina van mijn rit zelf. Dus die heb ik net geopend. Dan kan ik direct een highlight aanmaken. Wat ook kan... is eigenlijk, dan gaan we naar het proces van het uploaden zelf. Dus dat is de tour bewerken. Zoals je dat ook ziet als je een rit net hebt voltooid. Dan kan je één stapje terug trouwens, ook wel goed om te laten zien. Je kan hem ook bijsnijden. Het is handig als je je startplaats niet openbaar wil maken. Dus uit privacy overwegingen. Maar bijsnijden is ook bijvoorbeeld heel handig als je vergeten bent om je navigatie... uit te zetten. En dan heb je misschien een rechte lijn of je hebt er een stuk met de auto gereden of een stuk gefietst waar je eigenlijk aan het wandelen was. En als je hem dan bijsnijdt, als je dat stuk eraf haalt, dan zal die ook je gemiddelde snelheid en je totale activiteitduur aanpassen. Dus dat is goed om te weten dat je dat dus altijd nog kan bijsnijden. Dan gaan we naar foto's. Ja, en ik heb een tip voor, Robijn. Ik ben namelijk een beetje... Als ik heb gefietst, dan wil ik hem gelijk uploaden. Dat doe ik via mijn telefoon. Maar ik vind via mijn telefoon highlights aanmaken en segmenten vind ik wat lastig. Ja. En ik wil dan gewoon douchen. Dus ik upload al mijn foto's die ik onderweg heb gemaakt. Die foto's die geven aan op welke locatie dat is gemaakt. En later op een rustig tijdstip open ik op mijn laptop deze tool. En dan ga ik de highlights daadwerkelijk aanmaken. Dat is de tip van de Misschien dag. Heb je het wel van mij. Want ik doe het ook zo. Ik doe het precies zo. Omdat ik na het fietsen wil ik gewoon wel eventjes mijn foto's uploaden en een naam geven aan mijn route. Maar daarna wil ik gewoon douchen en wat eten en weet ik veel wat. Ja. En ik vind het heerlijk om dan s'avonds even terug te gaan en dan die routes even tussen te bekijken of later in de middag. En dus inderdaad highlights aan te maken. En daar dan gewoon ook even de tijd voor te nemen. En het hoeft natuurlijk niet dezelfde dag. Het kan ook gewoon later. Weet je, het heeft geen enorme haast om highlights, om data toe te voegen aan die kaart. Nog even over foto's. Degene die je dus maakt met je telefoon, als je geolocatie aanstaat. Die verschijnen dus ook op de route, op de plek waar je ze hebt gemaakt. Maak je nou foto's met een camera, dan moet je ze vaak zelf op de route plaatsen. Dus dan is het wat minder makkelijk om terug te kijken en te bedenken waar je die foto ook weer precies hebt gemaakt. Tenzij je een enorme kaartenkennis hebt, zoals Aaron me wel eens verteld heeft. Die weet precies waar die wanneer is geweest. Ik niet, dus ik maak mijn foto's eigenlijk altijd met mijn telefoon. Camera's met een geofunctie of geolocatiefunctie kunnen het ook. Nu kan ik hier dus nog wat meer foto's uploaden. En dan ga ik naar het volgende scherm. En dan kan ik dus highlights gaan aanmaken. Dit is een highlight. Moet je even liken welke... Ja, hoeft niet. Je kan dit gewoon overslaan door er hier doorheen te scrollen. Maar je komt hier dus in een carousel van highlights waar je langs bent geweest. Die al zijn aangemaakt door andere gebruikers. En hier kan ik bijvoorbeeld van zeggen van ja, ik ben hier geweest. En dan herkent hij meteen dat ik daar ook een foto heb gemaakt. En dan kan ik dus zeggen, nou die foto... wil ik graag toevoegen. Misschien heb ik daar nog een tip
te geven. Dan kan ik bijvoorbeeld zeggen, nou, je kan hier bijna appels plukken vanaf de bomen als je terwijl je aan het fietsen bent. Nou, dat doe ik niet, maar stel je hebt een goede tip over het wegdek, over de drukte van de weg, waar je op moet letten. Dit is ook een plek waar ik ben geweest. Daar kan ik ook een tip over posten. Of, ik heb hier geen foto gemaakt, zoals je ziet. Maar ik vond het wel een goede highlight. Sla ik hem over. Deze bunker. Nou, die vond ik niet zo interessant. Oh, trouwens, het was eigenlijk best wel interessant. Nou goed. De kooiweg weet ik eigenlijk niet, want hier zit geen foto bij. Dan zie je ook meteen wat het belang is van de foto's. Het zou ook kunnen dat ik weet van, oh, de kooiweg. Volgens mij herken ik deze naam. En dan zou ik hier eventueel nog iets van een tip kunnen achterlaten. Vervolgens kan je dus je eigen highlights aanmaken. En als je daarop klikt, dan zie je als het goed is mijn foto's dus op die kaart verschijnen. En kan ik kiezen tussen een plek markeren of een segment markeren als highlight. Ik heb gelijk nog even een vraag voorbij, yeah. Wat die maker heeft. Kan je dan ook een highlight, stel je hebt met de mountainbike lekker mountainbike gereden, over mountainbike routes en de route wordt opgeslagen als mountainbike route. Ja. Maar je wil ook highlights aanmaken. En dat was nou net een echte gravel highlight. Of een mooie racefietsstuk waar je over asfalt bent gereden. Kan je de highlight ook aanpassen? Nee, je kan wel het soort route wat je hebt gemaakt aanpassen. Dus je kan zeggen aan het begin van dit carousel, kan je zeggen, het was toch eigenlijk meer een gravelrit. Of ik heb highlights en foto's gemaakt die ik aan een gravel, aan de gravel, als gravel highlight wil markeren of als tourfiet highlight wil markeren, dan kan je dat hier nog aanpassen. Je kan echter geen, dus de, zeg maar de tag die jouw highlight krijgt, die wordt hier bepaald. Oké, helder. En dit kan je dus aanpassen. Hij staat nu op het soort, de sportsoort die je hebt gekozen bij het plannen van de route. Maar je kan dat dus wel aanpassen. Ja. Nog even naar die highlights. Ik ging een nieuwe highlight aanmaken aan de hand van de foto's die ik heb gemaakt. En die staan dan dus op het punt waar je die foto ook hebt gemaakt. En er is ook inderdaad één highlight die ik heel graag zou willen maken. Want dat kwam doordat we een omweg moesten maken. En dat was een heel mooi hard deel. Ja, je kan een plek markeren, maar je kan ook een segment markeren. Hè? Ja. En dit was niet hier. Het is ook wel leuk om te weten, je ziet nu met mijn lijn verdwijnt. Het is niet omdat mijn internet niet goed is, maar dat is omdat ik de M-knop ingedrukt hou. Die kan je dus in de routeplanner kan je de trucje gebruiken, maar ook als je een highlight aanmaakt. Want bij highlights aanmaken gebruik ik het eigenlijk nog het meest, omdat ik dus weet dat dit een onverhard stuk was, maar dat hier niet zo goed kan zien. En nu wel. De magische M-knop. Ja. Even kijken, ik heb hem aan het begin van dit segment gemaakt. En het gaat om eigenlijk dit hele stuk wat tussen deze twee wegen. Want ik kon hier er niet, ik kon er hier niet doorheen. Dus wij moesten terug en zijn toen dit weggetje ingegaan. En dachten, nou, dit is mooi. Wat fijn dat we deze omweg moesten maken. Dus ik ga een segment ga ik hiervan maken. Op het moment dat ik segment aanklik, dan zegt hij zelf al twee markers neer. Vaak op een plek die niet helemaal logisch is. Dat moet ik eerlijk toegeven. Dat is jammer. Even kijken. Oh, hij is nu sowieso een beetje de klit kwijt. Want nu staat mijn route niet meer goed. Nou, dat maakt voor het dit nu niet uit. Oh nee, wacht even. Het was niet daar, het was hier. Mijn foto staat verkeerd. Ja, soms open je je telefoon, maak je gelijk een foto. En eigenlijk bij het openen van je telefoon moet je hem even laten zoeken dat hij de juiste GPS-locaties heeft. Ja. Minor detail. Ja, die GPS-locatie, het is natuurlijk niet altijd allercorrectste. Dit hangt natuurlijk van allerlei dingen af. Van je internet, van je navigatieapparaat. Maar goed, ik wist dat dit een onverhard stukje was. Ik kan hier dus nu een naam geven. Gravel tussendoor. Weg of achterweg. Nou goed, ik doe het nu even snel voor de sake of tijd. En dan kies ik daar een foto bij. Oh, die heb ik nu niet op mijn computer. Normaal heb ik die op mijn computer. En normaal zegt hij die dus ook hier erbij. Maar omdat die foto nu niet goed geplaatst was. Dat is nou jammer dat ik nu in de demo net een beetje
Ja, ik denk dat mensen een wel onhandige bug tegenkom, ja. En daarna klik je door en dan sla je hem op en dan heeft hij die highlights aangemaakt. Ja, ik zou je later nog even naartoe terug kunnen gaan om die foto opnieuw erbij te zetten. Het is, die highlight is nu in ieder geval gemaakt, dus ik kan hem ook gewoon weer terugvinden. Hier kan ik nog deelnemers taggen en daarmee ben ik klaar. Heb ik dan highlight vragen beantwoord? Je hebt het behandeld. En een andere vraag, maar dat is meer een... Daar ben ik namelijk ook wel nieuwsgierig naar. Yeah. Stel, ik wil van verschillende Komoot-gebruikers de route gebruiken en die samenstellen. Dat kan niet, hè? Nee, dat kan niet. Nee. Dus ik wil van Pietje en van Susanne wil ik samen route voegen en dat gaat helaas niet. Nee, dus ik heb een... hij staat hoog op de lijst, want ik heb deze heel vaak gehoord. Ik heb hem zelf ook al een aantal keer gehad, dat ik dacht van, oké, ik wil deze twee samenvoegen. Er zijn allerlei programma's online waardoor je je twee GPX-bestanden kan samenvoegen. Vrij makkelijk. En ik laat hem dan gewoon opnieuw in op Komoot, in de routeplanner, zodat ik hem dan verder kan verfijnen. Maar hij staat hoog op de lijst om toegevoegd te worden. Misschien als premium feature of misschien gewoon in de routeplanner zelf. Heb jij een workaround waarop je... Ja, maar die wijkt te veel af van Komoot. Dus die... Komoot. Okay. Nou, het is eigenlijk een beetje een professioneel ontwerper. Die kan, of een video-editor, die kan natuurlijk online allemaal tooltjes vinden waarmee je dat kan doen. Maar iemand, ja, net als ik, dit is mijn werk. Dus ik heb gewoon echt aparte programma's die de standaardgebruiker niet gebruikt om routes te maken. Ja. Dus ik gebruik Komoot vooral om de routes te presenteren en om heel veel inspiratie uit te halen. Maar ik maak mijn routes op een andere plek. Maar goed, dat is even... Ja. Achtergrondinformatie hier. Nog een vraag. Had jij er nog één op het oog? Ja, even kijken. Ik zie hier over Strava. Ja, iemand wil een vraag hebben waarom het niet zinkt. Vanuit... Ja, maar ik heb deze wel vaker gehoord, hoor. Nou, het is goed, geval... ja, het zijn in principe concurrerende platformen. Strava zou haar data ook niet aan ons geven om mee te werken. Nee. En zo doen wij dat dus ook niet met Strava. Wat ik zelf doe is, ik fiets met een Wahoo en upload hem naar beide platformen. Voor één voor mijn statistieken en de ander om een routebeleving weer te geven. Ja, iedereen heeft zo zijn eigen manier. Maar je kan een geüploade route, kan je de GPX-file heel snel, heel makkelijk van daar. Ja, dat heb ik ook getipt. Maar het gaat hem vooral inderdaad dat je met Komoot opneemt. En... Ja. Als je dat dan opslaat, dan vindt hij het fijn als dat ook in Strava zit. Maar er zijn natuurlijk heel veel programma's waar het aan gekoppeld is. Nee, en het uitwisselen van data, joh, dat is niet dat is niet zo waar geregeld. En dat wil je ook eigenlijk niet. Ik wil niet dat Komoot gebruikersdata naar Strava gaat. Dat is nou eenmaal zo. Hebben we nog een andere samenvoegen? Even kijken. Ja, de vragen die er gesteld zijn, waarvan ik denk dat iedereen er gebruik van kan maken, die ga ik sowieso bundelen inderdaad. Dus dat heb ik tot nu toe steeds gedaan. Misschien vanavond al en anders zo snel mogelijk. En dan geef ik jullie stuur ik weer een mailtje met en de opnamelink en een overzichtje van de vragen die er gesteld zijn en de antwoorden die we daarop gaven. Ik zal je daarin ook nog wat linkjes sturen naar andere webinars die je misschien kunnen helpen. Want deze ging specifiek natuurlijk of voornamelijk over de inspiratiefeed die nu een week geleden gelanceerd is in Nederland. Maar ik zie ook wel aan de vragen die er binnenkomen dat er nog veel mensen zijn die echt veel meer specifieke routeplanvragen hebben. Of meer technische vragen over hoe upload ik mijn route of hoe gebruik ik mijn Garmin. Met Komoot en dat soort van vragen worden heel goed beantwoord in onze supportpagina's. Dus het is eigenlijk gewoon support.komoot.com. Maar ik zal die link ook nog eventjes meesturen met het mailtje wat ik hierna naar jullie stuur. En misschien moeten we afronden en dan aangeven dat we even wat Q&A's beantwoorden, wat we nu eigenlijk al een beetje doen. Ja, heb ik net gezegd. Van de Q&A's die komen dus jullie kant op. Behalve echte vragen die heel specifiek van één iemand zijn. En ik wil jullie vooral aansporen om gebruik te gaan maken van al die data die Komoot-gebruikers
in de app hebben achtergelaten om met elkaar te delen. En waar je dus middels die inspiratiefeed op in kan tappen. En zo ja, hele mooie routes kan maken. En net iets andere routes ook zal fietsen. Want dat is een tip die ik in ieder geval mee kan geven. Ik heb zelf ook een beetje, ben ook een beetje eigenwijs. Ik heb zoiets van, nou, ik weet in mijn omgeving zeker weet ik best wel wat de mooiste plekken zijn om naartoe te gaan. Ik maak wel altijd gebruik van highlights van Komoot-gebruikers. Maar op het moment dat je als startpunt een route van een andere routebouwer hebt gekozen, dan merk je al dat dat er een andere keuze zijn gemaakt. Dus het verschilt echt van een route die je zelf zou hebben kunnen bouwen. Mag ik het zo zeggen? Ja. Ben je er nog, Gijs? Ja, ik ben er nog, maar ik zit ook te chatten. Oh, je bent aan het chatten. Goeie. Maar dan wel met mensen die ons volgen. Niet maar anderen buiten dit om. Nou, we ronden er af. Ik vind het super tof dat jullie er weer allemaal waren. Ik stuur jullie dus die link. Die link kan je ook aan andere mensen sturen waarvan je denkt, nou, die hebben er ook wel iets aan om die opname terug te kunnen kijken. Hij komt ook op YouTube beschikbaar. Dus ik zal op een gegeven moment ook een linkje sturen naar iedereen over de verschillende webinars die je kan terugkijken op YouTube, die ook allemaal wat zijn ingekort. Dat al het geleuter een beetje uit is gehaald. ja, onwijs bedankt dat jullie erbij waren. Ik wens je nog een hele fijne avond. En ja, als je vragen hebt over deze webinar, over de inspiratiefeed, vraag het me vooral, mail me vooral. De vragen, meer technische vragen over Garmin en waarom kan ik iets niet opslaan. Of weet je, daar is de support die we geven. Dus ons supportteam is daar veel beter in. Dus dan spoor ik je vooral aan om daar naartoe te gaan voor je antwoorden. Dankjewel ook, Gijs, dat je weer tijd hebt kunnen maken. En heel veel plezier nog in de Pyreneeën. Ik hoop... Nou, ik vlieg morgenochtend terug. Oh, is het alweer klaar? Oh, jammer. Weer klaar. Altijd te weinig tijd, hè, voor in de bergen. Ja, eigenlijk wel, want ik dacht ook, oh, hier wil ik met mijn gezin gaan wandelen. En hier wil ik een nachtje in de bergen slapen. Terwijl het eigenlijk niet mag. En oh, ik zie daar een mooie gravelweg. Er is nog heel veel te ontdekken. Oh, zoveel, ja. En wat ik wel opvallend vind, is dat het... Er wordt heel relaxed omgegaan met het corona-gebeuren. Yeah. Wat een dingetje is voor veel mensen om op vakantie te gaan. In het vliegtuig is het een beetje raar, dan zit iedereen met mondkapjes op. Ja. Yeah. Hier op de camping en buiten, boven op de passen en zo, daar is het allemaal, gaat iedereen heel relaxed met elkaar om. En het is niet belachelijk druk, misschien helpt dat ook. Dus ik vond dat mocht je nog denken van twijfelen of om te gaan of niet. Dan zou je zeggen, deze bestemming in ieder geval is... Waar vloog je op, sorry? Nou, Frankrijk vind ik wel, volgens mij kan het daar heel goed, heel relaxed. Het spannendste is wel natuurlijk als je iets geboekt hebt en in een hotel zit en dat hotel moet bijna 2 weken dicht in quarantaine. Dat lijkt me heel vervelend. Ja. Als je op een camping staat, ben je natuurlijk een nood aan weg in de auto en ben je weer thuis. Maar goed, ik weet niet of ik nou een verstandige tip heb gegeven of niet. Deze komt niet van Komoot mensen, dit is puur Gijs. Nee, het is een goede tip. Ik kijk er echt enorm naar uit om weer de bergen in te duiken. Ja, dat is een goeie hoor. Ja, en ik bedacht me ook weer, maar dat heeft ook weer voor mij persoonlijk. Die beklimmingen hier, die zijn echt zo belachelijk stijl. Gewoon tussen de 8 en de 10%. En tot 7% kan ik lekker gaan met mijn lengte en mijn gewicht. Maar alles daarboven vind ik, is het gewoon confronterend langzaam. Dus ik dacht, volgende keer ga ik naar de Vogezen. Want dat is allemaal... Daar is het allemaal schappelijk 6-7% beklimmingen. Daar doe ik het veel beter. En het is ook hartstikke mooi. Maar goed. Ja, mijn eerste keer fietsen in de bergen was dus de Pyreneeën. Dat was niet een hele goede keuze, maar wist ik veel. Ja, daar heb ik wel wat ruzie gehad met mezelf. En met Joost ook trouwens. Die zei, kom op, je bent erbij. En ik zo, ja, weet je helemaal niet. Wat vreselijke drama's. Maar ja, dan sta je bovenaan en dan is het allemaal weer fantastisch. Nou, dat is het echt, hè. Als je eenmaal boven bent, dan voelt het echt als overwinning. En daarna mag de afdaling. Nou, dat vind ik gaaf. Auto's inhalen. Ook allemaal zeer onverantwoord, maar... Ja, dan ben je bent wel van de goede tips vanavond, ja. Maar dan ben ik wel in mijn element. Dan ben ik ook weer heel blij met mijn fiets. Omhoog denk ik ook, god, waarom rijdt hij niet vanzelf? En dan beneden denk ik, wow, wat een goede fiets heb ik. In de bergen fietsen is echt is een groot... Is gewoon jezelf ook weer leren kennen.
dat maak je ook niet elke dag mee, maar dat is echt... Heel veel uren om te denken. Zo, echt, ja. Eindelijk veel uren. Nou ja. Jan, ik ga me afsluiten. Yes! Dag Gijs, fijne avond. Dag allemaal. Fijne avond, tot de volgende.